En luisteraars die klaar zitten voor, want vrijdagochtend 8:10. Kink op de week. In Europa wordt vandaag gestemd over glyfosaat. Een gif dat uiterst effectief is tegen onkruid. Volgens de producenten is het volkomen veilig, mits je het goed gebruikt. Er zijn namelijk wetenschappelijke rapporten waarin staat dat het de kans op Parkinson verhoogt. Maar zolang je zorgt dat je die inzichten niet binnenkrijgt, is er niks aan de hand. En nou snap ik dat glyfosaat superhandig is als je onkruid wil bestrijden. Even spuiten is veel goedkoper en sneller dan onkruid handmatig uittrekken. Zeker als je handen trillen van de Parkinson. Dat trillen is dan wel weer superhandig bij het zaaien. Er zijn zelfs zaden te koop van planten die heel goed tegen dat middel kunnen. Dan blijft er niks staan behalve die ene plantensoort. En dat allemaal gewoon op je dooie akkertje. Klein detail, het gif en die zaden komen wel van dezelfde fabrikant. Dat is een lekker verdienmodel, hè? Als je het gif wil gebruiken, heb je het liefst ook de zaden nodig. Die genetisch gemodificeerde zaden zijn in Nederland niet toegestaan, maar er wordt ongetwijfeld hard gelobbyd om dat voor elkaar te krijgen. En is dat lobbywerk saai? Nee hoor, niet als je het lobbydrankspel speelt. Als de fabrikant begint over voedselveiligheid, drinken. De wereld voeden, drinken. Bewezen veilig middel, drinken, inschenken, nog eens drinken. Echt binnen een kwartier ben je poepeloeren zat. En bij Parkinson denken we meestal alleen aan trillen. Net zoals die collega die op vrijdag na de lunch al begint te trillen als het nog wel even duurt voor de Vrijmibo begint. Maar helaas is Parkinson meer dan dat. Het is een ongeneeslijke ziekte die een patiënt op allerlei vlakken raakt. Lichamelijk en geestelijk. Andere symptomen zijn onder andere depressie, slaapproblemen, dementie, plotselinge bewegingen en lusteloosheid. Het gooit het leven van patiënten en de mensen om ze heen volledig in de war. Maar van al die symptomen heeft een fabrikant geen last. Die heeft vooral last van politici die het gebruik van een gif aan banden willen leggen. En dus is het heel belangrijk voor ze om vooral twijfel te zaaien. Bestaande onderzoeken tegenspreken en zelf nieuwe onderzoeken laten doen. Die wonderbaarlijk genoeg altijd positief uitvallen. Alsof je een vreemdganger vraagt of hij zelf vindt dat hij iets belastends in zijn WhatsApp heeft staan. Nee joh, natuurlijk niet. Dat zijn gewoon foto's van Gelderse worst. En ook in hun taal zaaien fabrikanten twijfel. Ze spreken ze zelf nooit van gif of herbicide, maar noemen ze het een gewasbeschermingsmiddel. Ja, zo kon ik het ook. Dan is alcohol een verlegenheidsbeschermingsmiddel. De Tweede Kamer heeft landbouwminister Adema gevraagd om tegen te stemmen. Adema weigert dat, want volgens hem is er geen bewijs dat het schadelijk is. En Adema is typisch iemand van de ChristenUnie, hè? Eerst bewijs zien, dan pas geloven. Afgelopen week zei de Tweede Kamer daarom opnieuw: hey Piet, jij vertegenwoordigt de Tweede Kamer, wij vertegenwoordigen het Nederlandse volk en wij zeggen: stem tegen deze troep. En weer zei Adema: nee, dat doe ik niet. Ik wil eerst nog meer onderzoek. En dat is precies wat fabrikanten willen. Weer twijfel zaaien, weer vertragen, zodat zij nog jaren winst kunnen maken. Winst die ze keihard nodig hebben om de boetes en de schadevergoedingen te kunnen betalen als de schade wel onomstotelijk vaststaat. Maar met een minister die weigert te stemmen zoals wij willen, hebben we, hoe ondemocratisch ook, nog mazzel. Je zal maar in Israël of in Gaza wonen en gewoon je leven willen leiden. Gewoon je kinderen veilig op laten groeien. Gewoon je werk willen doen zonder gezeik. Maar dat de machthebbers boven je besluiten dat alles bij de ander wat daar leeft, dat dood moet. Planten, insecten, mensen. Rücksichtloos doodmaken is nooit de oplossing. En wie doet alsof dat wel zo is, is het meest schadelijke onkruid dat er is. Kink op de week.